Hij heeft al een keer eerder mijn adres gedeeld nadat wij over hem hadden geschreven. Hij heeft ook een brief van onze advocaat gekregen dat dat niet hoort, dat hij daarmee moet stoppen. Ja, en toch doet hij dat dan direct weer. Pandjesbazen eigenen zich de stad Groningen steeds meer toe. En als je daar als journalist iets kritisch over schrijft, dan komen ze bij je thuis langs. Willem, wat is hier nou gebeurd eigenlijk? Afgelopen week stonden hier een stuk of 30 fietsen van bewoners hier gewoon random in de buurt. En een huisbaas uit Groningen was er klaar mee. Die vond dat ze in de weg stonden voor zijn winkelpanden hier. Dus die besloot om die 30 fietsen weg te nemen. En wij kregen bij Sikkom een tipje binnen van Havos vastgoed. Neemt onze fietsen mee, hier heb je een foto. En we hebben geen idee waar ze naartoe gaan. En we krijgen een telefoonnummer, dat is niet bereikbaar. Dan zouden jullie hier wat mee kunnen doen. En ik heb een 06-nummer van Han Vos, de directeur, dus die belde ik. En die zei van ja, ik heb ze hier, want ze staan in de weg. En ik heb de bewoner of de pandeigenaar al een keer bericht dat ze weg moeten. Ik heb de gemeente bericht dat ze weg moeten. Niemand doet er wat aan, dan doe ik het zelf maar. Toen zei ik, ja, dat kan toch niet, Han, dat ze een beetje voor eigen rechten spelen. En dat lijkt een beetje op de keer dat je mijn adres deelde toen je boos was op mij. Nou, toen begon hij te flippen. Toen zei hij van, ik ga je adres weer delen als je zo doorgaat. Je bent een stuk ook gaan schrijven, toch op je blog ook erover? Ja. Op Sikkom hebben we een stuk erover geschreven. En toen hebben we geschreven, ja, die fiets zijn weggehaald. En je kunt ze ophalen bij Van Bos. Dat staat natuurlijk nergens op. En daarna hebben we nog een stukje geschreven van een meisje. Moest inderdaad naar Van Bos toe. Die had geen idee. Van Bos is een plaats in Groningen, voor de duidelijkheid. 20 kilometer van Groningen. Af. Het was toen die dag 32 graden. En ik moest dan eerst 40 minuten met de bus naar Van Bos. En dan haar fiets ophalen en dan weer een uur terug fietsen naar Groningen. Nou, compleet belachelijk natuurlijk. Ja. En toen de volgende ochtend werd ik wakker. Om 4:15 ochtends en stonden de Poolse klusjesmannen van Havos met een bus, met een aanhangwagen, 30 fietsen uit te laden bij mij in de straat van mijn stoep. En ja, dat was niet heel fijn wakker worden. Nee. Ik loop naar buiten, ik word volgens mij van mijn sokkel afgereden door die klusjesmannen. En bij het wegrijden nemen ze ook nog een foto van mijn huis. En even later staat op internet, op Facebookpagina van Han Vos en van zijn dochter en nog een paar mensen. Hier woont Willem Groeneveld, dit is het adres, dit is zijn huis met een foto erbij en hier staan de fietsen, haal er maar op. Er zijn heel erg veel pandjesbazen die denken dat ze alles kunnen maken hier in Groningen. Dat zie je al jaren. Iedereen die wat geld over heeft, die stopt het in een pandje en die gaat het verhuren. Met enorme winsten. En ze gaan eigenlijk heel erg slecht om. Met alle huurders. En dat uit zich in heel veel verschillende zaken. En nu ook in het intimideren van een journalist. Want hij heeft al een keer eerder mijn adres gedeeld nadat wij over hem hadden geschreven. Hij heeft ook een brief van onze advocaat gekregen dat dat niet hoort, dat hij daarmee moet stoppen. Ja, en toch doet hij dat dan direct weer. Vervolgens ben ik zaterdagjager om 10:30. Komt er een accordeon in de straat lopen met de dochter van Han Vos en nog iemand om mij een cadeautje te geven op mijn verjaardag. Maar gezien de hele context, want hij heeft mij in die periode ook 20 keer gebeld ongeveer. Hij heeft me uitgescholden. Mijn stenen zijn een keer door het raam gegooid. Dat heeft Han Vos misschien niet gedaan, maar dat is wel gebeurd in de periode dat hij mijn adres lekte. Dus het was wel een optelsom. Dit is natuurlijk maar één van de vele voorbeelden die hier in Groningen speelt. Want er is nog wat aan de hand met de vastgoedbazen en de pandjeseigenaren in deze stad. Ja, en Groningen is denk ik wat dat betreft wel een van de meest verrotte steden van Nederland. Dat komt omdat ongeveer 60-70% van het aanbod voor starters en studenten in deze stad in handen is van een particuliere verhuurmarkt. Dus er is hier een enorm speelveld voor die vastgoed cowboys. Als je je zo gedraagt tegenover je huurders, maar ook tegen journalisten, dan moet je vergunning afgenomen worden. Nou, en dat is, de gemeente kan dat gewoon doen. Nou, dan moet je ook een keer optreden tegen al die rare huisjesbazen. En afnemen die af. Ik denk dat de gemeente nu wel gaat kijken naar de vergunning van Han Vos of ze bestuursrechtelijk wat met deze informatie kunnen.